herdenking van de dood, de moord op de gebroeders De Wit. Ja. Ja. En het is wel triest, hè, de regen zo. Ach, laten we zo zeggen, de hemel huilt. Ja. En het is wat het is. En dat hoeft ons niet te weerhouden om de herdenking toch door te laten gaan. Niet door te laten gaan. Ja. De wethouder Tanja de Jonge namens het college. En Kees Klok, de historicus, die houdt een beschouwing. En de dichter Boyke, die houdt een gedicht die geschreven heeft voor deze avond. En we hebben een talentvolle jonge zangeres. En dat is Mila van der Schelde. Ja, die heeft hier haar eerste optreden publiekelijk. En een prachtige stem. Hemel huilt, hoe toepasselijk is het eigenlijk zo? 1672. Op deze avond, toen was het droog, maar het was bloedrood. En wij herdenken hier in Dordrecht de moord, de politieke moord op de gebroeders De Wit. Toen, eigenlijk slachtoffer van wat je toen noemde de pamfletten, het ophitsen en het manipuleren van het volk, dat kennen we heden de dagen ook. We worden niet vermoord, maar we kennen wel het verhaal dat via de social media mensen worden verlinkt. En dat gaat eigenlijk om de verdraagzaamheid van toen in vergelijking met nu. En toch fijn dat er zoveel mensen zijn gekomen, want met dit weer moet je inderdaad wel eventjes jezelf van die band weten te krijgen. Maar hartstikke mooi en goede avond. Ja, beste aanwezigen. Vanavond hier zijn we samengekomen om terug te blikken op een donkere bladzijde in onze geschiedenis. Namelijk de moord op de gebroeders Cornelis en Johannes de Wit. Deze broers hebben hun leven gegeven voor ons land. Maar werden in een tijd van grote onrust en verdeeldheid het slachtoffer van haat en geweld. Een herdenking als vanavond daagt ons uit om na te denken hoe het in de 17e eeuw zo slecht kon aflopen met deze broers. Of dat anno 2024 ook nog zou kunnen gebeuren. En vooral, wat zouden wij daaraan kunnen doen om dat te voorkomen? In die tijd, en dan hebben we het over 1672, stond Nederland er slecht voor. Er was oorlog en veel mensen waren bang en boos. De gebroeders De Wit probeerden het land te leiden met verstand, met overleg. Maar hun aanpak werd niet door iedereen begrepen. En de politiek speelde toen een belangrijke rol. Beticht van crimineel gedrag, verkleurd met vals bewijs. De stank is mij mijn neus ingeblazen door een schuin gelikte blauwe das. Terwijl een van de geschiedenisdocenten die ons Johan en Cornelis leerde zelf een goorlel was. Maar ja, stop jullie geheimen maar gauw in Pandora's kistje. Er zal nooit een gouden ring gehaald worden uit dit zoutwatervisje. Groetjes aan het bestuur van het Johan de Wit Gymnasium. Laat jullie zilveren paplepels maar lekker roesten naast doodgeslagen borden. Want ik zal nimmer van mijn tong ontnomen worden. Dank jullie wel. Dankjewel, want u bent echt de diehard. U bent hier gekomen, het groot, dat nog net niet volmeerd. De hemel huilde. De broeders bleven stoïcijns gaan kijken. En waar weer een knip te zijn. Dank jullie wel.